Hallo, we zitten in Afrika waar Pieter de Champ de Jong ons mee gaat nemen naar allemaal avonturen in Afrika. Wie zeg je? Dit is coach Pieter de Jong alias de Champ. Voor de mensen die je niet kennen, Pieter, je komt uit Asperen. Wie ben je eigenlijk? Inmiddels 53 jaar jong. Oké, ik zie eruit voor 43. Ik zeg ook altijd dat ik 43 ben, maar officieel ben ik 53. Ik ben een voetbaltrainer. Al meer dan 30 jaar trainer-coach, waarvan sinds 2014 in Afrika. Hoe ben je in Afrika gekomen? Ik ben in Afrika gekomen via Clemens Westerhof, oud-trainer van Feyenoord. Oh. Ik was met hem in contact gekomen, ja, en via hem ben ik in Afrika teruggekomen. In 2014, april, ben ik voor het eerst van mijn leven naar Afrika gegaan. Ik wist ook niet wat me te wachten stond. Getekend bij AFC Leopards. Dat is een club met 8, 9 miljoen fans. Een van de grootste clubs van het land. Je hebt Kormaja en AFC Leopards. In het begin was het best lastig voor mij. Omdat ja, je ziet ook dingen van het land die niet zo fijn waren of ja, zijn. Veel armoede, erg warm weer, totaal heel andere situatie dan wat wij gewend waren in Europa. Maar ik moet zeggen, ik ben nu 10 jaar in Afrika. Als ik dan zeker kijk naar Kenia, maar ook andere Afrikaanse landen. Ja, die landen zijn ongelooflijk ontwikkeld de laatste 5 jaar. Maar wat doet de Champ nu? Dat vragen we ons af, zeker na die verloren bekerfinale. Je hoort het in. Dat is een voetbalshow. Geen voetbalshow op dit moment voor jou, want je hebt geen club. Hoe zit dat? Nee, klopt. Ik had een 2-jarig contract. Mijn contract was tot het einde van het jaar, tot 31 december 2024. Ik heb op... Dat was bij Silver Strikers, toch? Daar ben je dus mee weggestuurd. Ja, klopt. Nee, dat is niet goed geïnformeerd. Ik ben niet weggestuurd, want ik heb zelf op... op 12 januari heb ik een brief gestuurd voor, dat zijn afspraken die nakomen. In het heel goed Engels betekent een controversial dismissal letter. Dus ik heb hun gezegd van luister, om deze redenen, ja, dismissal ik you. En als je daar niet op reageert. En daarna hebben hun gezegd, ja, we gooien je eruit. Maar dat is natuurlijk heel raar, want ik had een letter gestuurd voor contractbreuk. Waarschijnlijk eind mei komt de zaak voor bij de rechtbank. Eind mei in ieder geval. Oké, ik heb daar trouwens nog wat beelden zijn. And next to me, a very, very important lawyer and a great member of FC Silver Strikers, my club. Look to the stadium. We are going to on the socials. Board member, what want you say to the followers? This is the man we have been looking for to win games for Silver Strikers. He's doing good. He's doing great. We support him. Oké, bye-bye, Champ! Stop. Ja, kijk, ik zeg het al, bye-bye de Champ. Ja, want hij zegt dus hier, hij is van de board van Silver Strikers. Hij zegt dat hij heel erg blij is met jou. Wilde ze dus eigenlijk wel doorgaan, maar door jouw dismissal zag ze van... Hé, ja, nee, zo werkt het niet? Ja, dat is een van de redenen. Andere redenen is, daar heb ik het met jou over gehad. Ik had een 2-jarig contract getekend. Hoe is het dan mogelijk dat je een work permit, een werkvergunning regelt voor 6 maanden. En dan beloven dat je de werkvergunning, de nieuwe, voor 2 jaar, dat die eraan komt. En die hadden ze nooit geregeld, later. Dus ik ben ook het land uitgegaan. Kijk, ik ben een persoon, ben een professional coach. Hoge discipline, maar ik doe wel dingen op mijn manier. En deze board wil altijd, hebben ze vanaf de dag 1 geprobeerd, dingen te doen op hun manier. Ja, zo werkt dat niet. Dus daar heb ik ze geen gelegenheid voor gegeven. Hun willen geen coach hebben die ze niet kunnen controleren. Je hebt natuurlijk een eigenrijden coach niet te controleren, maar staat er wel heel goed op in Afrika. Dus heb je misschien een nieuwtje voor ons? Heb je misschien al een nieuwe club gevonden? Ik heb nieuws. In Afrika weet je nooit of dingen rond zijn. Het is pas rond als je handtekening hebt gezet. Er spelen een aantal dingen. Die spelen er. Dat zou gaan lopen per 1 juli. Maar ik heb wel een klein nieuwtje. Afgelopen zaterdag en gisteren ben ik heel lang in een meeting geweest, in een onderhoud, met een club uit Afrika. Een club in een land waar ik gewerkt heb, waar ik succesvol was. Daar heb ik 2 keer een meeting mee gehad met de chairman. In principe ben ik eruit met hun. Qua financiële, zeg maar de condities, daar zijn we uit. Het enige punt is, hij moet nog overleggen met zijn andere bestuurleden. Als die akkoord gaan, dan gaat de hele... Want een van mijn eisen is, die trainer gaat er dan uit, maar de hele staf moet eruit. Dus ik kom met mijn eigen staf. Hij heeft mij een aanbieding gedaan. Zaterdag deed hij mij de aanbieding. Welk land is dat? Laat mij erover nadenken. Het is een land, ik kan de club nog niet zeggen, maar het is een land waar ik eerder heb gewerkt en waar ik succesvol was. Oké, maar er zijn er meerdere. En zondag. Kijk, ik kan niet zeggen welk land, dat wil je niet zeggen. Land is groot. Nee, het is Afrika. Ja, dat klopt. Maar het is Afrika. Ik kan wel zeggen, ik heb zondag voor de tweede keer gesproken met de chairman. Nee, ik zeg niet het land. Ik zeg alleen, ik heb zondag ook mensen raden op basis van de bio die we van jou hebben. Vertel. Ja. En ik heb hem, mijn staf. De bedoeling is dat ik 6 mensen breng. Nu moet hij overleggen met de andere bestuursleden. Kan ik 6 andere mensen meenemen? Voor hem is het geen probleem. Maar ja, hij is niet de enige die... Oké, hij heeft wel heel veel macht, hij is de voorzitter. Maar wat ik wel kan zeggen... Het is een club die een president heeft. Die is goed voor $3 miljard. Oké, nou dan kunnen de mensen thuis snel gaan googlen welke club het is. En dan gaan we er de volgende keer verder over spreken. Want de zandloper in Malawi die is alweer doorgelopen. Tijd om gedag te zeggen voor nu. Ik heb het allemaal opgezocht. Je zegt volgens mij Salamu Kutuka Afrika. Of Pieter, zoals jij het zegt, groeten uit Afrika. Say it to the champ. Bye bye champ.